Ja, hallo iedereen, dit is Bjorn, oftewel Bliefjes, en van harte welkom bij deze gloednieuwe aflevering van Let's Play Train Simulator 2017. Met Bliefjes natuurlijk, en vandaag gaan we rijden op de nieuwe route van Constance naar Villingen. De nieuwe route van Virtual Railroads. Hallo, in dit tweede gedeelte van het scenario neem jij de RE 703 van Singen en je zal rijden tot aan Constance. Laat de passagiers instappen in Singen en je zal vertrekken om 7.35 uur. Voor de volgende stops moet je de volgende aankomst- en vertrektijden aanhouden. Kijk eventjes naar de Ebula. De Ebula voor de starts on page 7. Oké. Okay. Totale lengte, hoeveel ton, PCB-modus, brake mode en 140 km per uur. Dikke prima. Siva doe ik voor het geval nu even uit. Even kijken, de Ebula die staat, die start op pagina 7. Dikke prima, even kijken. Nou, we rijden dus vandaag hiermee. Met de BR145. Eens even kijken, ik zet deze even in nachtmodus. Vind ik toch even wat fijner. Volgens mij heb ik Ebula niet voor het scenario ingevoegd, denk ik. Nee, volgens mij. Nee, heb ik niet gedaan. Ik heb Ebula hier niet in het scenario gezet. Ik zal even de frames uit beeld halen trouwens, dat is heel vervelend. Die gaat ook op nachtstand. En zoals ik al zei, dames en heren, we hebben dus nu te maken met een nieuwe route van Virtual Railroads. Die gaat van Constance naar Villingen en die is gebaseerd op het jaartal van 1998 tot en met 2002. Het is een baan van 90 kilometer lang en is voor €35 inclusief BTW te koop bij Virtual Railroads. In de stores natuurlijk. Dus zoals ik al zei, de daadwerkelijke lengte van deze route is 314 kilometer. Maar we hebben dus nu te maken met iets minder. Ik zet trouwens ook even de AFB hier aan. AFB. Even kijken, uitrijden mogen we met 60 kilometer per uur. Zo, met 60 kilometer per uur, dat is de bedoeling ervan. Dus voor de rest gaan we zo natuurlijk eventjes kijken wat de route ons allemaal te brengen heeft. Deze route heeft 25 stations en de originele landschappen zijn overgenomen allemaal vanuit Google Earth natuurlijk. Eens eventjes kijken, heel veel 3D modellen zijn zelf gecreëerd, als ik dit mag geloven wat er allemaal staat. Nachtanimaties, laat ik maar zo eventjes noemen inderdaad. Even kijken, hoog gedetailleerd gebouwen. We mogen trouwens zo meteen vertrekken, zie ik ook al. Zo. Volgens mij is dit lock. Yep, want we kunnen nu vooruit rollen namelijk. Nou, je kunt zien dat het een scenario is met oproepen. Gezien, ja, wij zien het aantal kilometer per uur zien we niet naar beneden schieten hier. Zoek bij zo. Helemaal prima. Nou, zoals jullie weten maakt de trein best nog wel veel lawaai voor een, voor een normale goederentrein. Maar ja, dat maakt op zich niet gek veel uit. Ik dacht trouwens dat we met 60 mochten uitrijden, maar... En ik vraag me ook allemaal af wat al deze bordjes hier, daar en daar allemaal zijn. Maar goed, dat is eventjes iets wat, waar we later achter komen. Zometeen 160 km per uur, nou ja, dat gaat natuurlijk nooit lukken. En het volgende station ligt daar ook alweer in de buurt. Maar die trekken natuurlijk maximaal 140 km per uur. Dus ja, 160 gaat hij allemaal nooit niet redden.
Dus we houden gewoon lekker hierbij. Nou, maximaal snelheid 140. En dan gaat de trein natuurlijk heel erg veel, echt heel erg lekker veel kabaal voorbij maken. Trouwens, geen passenger aanzicht in deze helaas. Zo. Nou, we rijden hier nu wel met een respectabele 40 frames. Dus daar hoor ik me verder niet meer over. Even kijken, dit scenario heeft ook trouwens nog aankomsttijden. Goed, dames en heren, het volgende station is de station Singen Industriegebied. Bijzonder dat trouwens hier mensen in en uit kunnen stappen op een industriegebied, maar... Oeh. Ja, op het randje. Dit is wel een beetje op het randje dit. Maar op het randje is ook voldoende. Ook al zit mijn lok er eigenlijk wel een klein beetje overheen. Er zit alleen die paal ervoor, dat vind ik echt wel lelijk. Denk van, waarom gaat die paal er nou weer voor zitten dan? Sta je ook maar mooi voor paal. Ha! Goed. Hoptee, screenshot. Dus ja, zoals ik al zei. Eens even zien, wat heeft deze route nog meer? Hoge spoortexturen, zeggen ze. 4 signalensystemen. De route wordt geleverd met de BR-189, de BR-111, Dosto, ABN, Regio en andere freightwagons. 6 scenario's. En verschillende startlocaties. Nou, doen we optrekken, vriend. Oh ja, verdorie. Dat vergeet ik nog wel eens. De doorlock. Zo, dat is beter. Kijk eens aan. Hartstikke mooi ziet het eruit. Nou goed, we gaan verder optrekken. En dan is ons volgende station... is station Boeringen. Klinkt het trouwens wel heel erg bijzonder, station Boeringen. Trouwens ook lekker stabiel vind ik hier. We rijden volgens mij nog steeds netjes met... even kijken. Nog steeds netjes 60 frames hebben we hier. Nou, wel fijn om met zo'n route te rijden, toch? De volgende halt is trouwens Boeringen-Rinkelhausen. Toch wel, bijzondere naam. Ja, ook heerlijk onverstaanbaar is dit. Ik heb geen idee wat die beste man al zei eigenlijk.
wel lekkere vrij lage bronnen hebben we hier. Ah, ga heen met je sturen, jongen. Je hebt zelf last van een sturen, volgens mij. Zo. Deur gaan even open. Nou, je mag rustig zeggen dat hier eigenlijk helemaal geen perronnen staan, denk ik. Nou, je kunt er beter geen perron noemen, denk ik. Moet je kijken. Als je hier uit zou stappen, dan zou je bijna even met je bek breken. Even kijken. Nou, best wel een... Ik heb alleen nog momenteel nog geen tegenligger gezien. Ja, en echt, het passagiersgedeelte doet het helaas niet. Maar goed. Nou. Dan weet ik alleen niet of het Ctrl T is of Shift T, maar... Ah, kijk eens aan. Ik heb de deur gelukkig gelokt. Goed, en we gaan weer verder. Best dat het is trouwens even zo 100. Zo. Goed, straks toch 100, dus het heeft niet echt heel veel nut om nu op te trekken tot dik 140 of zo. Zal je alleen maar ruzie met de trein krijgen als je dat elke keer doorvoert. Oh nee, dat hoeft pas vanaf 80 moet je dat indrukken. Excuses, PCB was hier echt nog helemaal niet nodig geweest. Je ziet trouwens ook dat ik de game veel te licht heb gelaten. Zal ik even aanpassen voor jullie? Zo. Dit kijkt waarschijnlijk wat beter. Ik heb de helderheid heb ik iets te hoog gehouden volgens mij. Dus als het goed is moet dit iets beter voor jullie kijken. Met PCB hier. Voor mensen die zich afvragen waarom ik nou PCB indrukte bij de snelheid, dat heeft ermee te maken dat als je een snelheid limiet krijgt die lager is dan 80 km per uur, dan moet je ook je PCB bevestigen. Het volgende station is Radovcel. Het station waar de frames ook al redelijk ver te zoeken zijn, maar ey. Sommige stations zijn nog eenmaal zwaar. Ook even een PCB wat lager, of de AFB wat lager zetten, want nog straks 70. Zo. Even de deur openen. Nou, we moesten hier eigenlijk om 47 zijn, dus we zijn redelijk vroeg. Wauw, 17 frames. Nou, jongens, niet te veel, hè? Zo, dit is beter. Hier heb ik meer frames dan. Zou door de stationstexturen komen dat we zo weinig frames hebben? Ik heb hier gewoon straks 17. Als ik van station wegkijk, heb ik er meer. Dus nou ja, laat ik dan gewoon vooral even van station wegkijken. Ja, het heeft met het station te maken waarschijnlijk. Want zolang ik maar naar die platen kijk of wat dan ook, dan is het gewoon,
Niet veel. Zo, hier gelukkig wel. Veel beter. Hier haal je meer van 40. Eens even kijken. Hoe zit het hier? Ook 40. Nou, dan blijven we lekker in de cabine zitten. Wat is het ook weer voor treinvoltage? Kan ik beter vanaf blijven, denk ik, treinvoltage. Die zijn trouwens ook wel best belangrijk. De traction motors. Die zorgen natuurlijk een klein beetje voor dat je de boel niet opblaast. Even kijken, hierna stoppen we nog op, even kijken, waar is dat? Markenvliegen, of wat dan ook. Even kijken, hoe laat zijn we klaar? 8 uur 15, nou, dat is ongeveer een half uurtje. Zijn wij gearriveerd in Konstanz. Nou, kijk eens aan, er komt nog een tegenliggende trein aan. Collega. Shift T om de deur dicht te krijgen schijnbaar. Zo. We kunnen nu optrekken naar 70 en dan verder rijden in de richting van Markenvingen. Wel grappig dat deze kleine brug ook echt als een tunnel wordt gezien. Zo, even naar 110. Straks mogen we 140. Ook heerlijk zo'n verkanting. Of is het geen verkanting? Het lijkt wel op verkanting. Met verkantingen kun je de bochten zeg maar net iets fijner maken. Als je geen verkanting hebt, ja, dan is het gewoon ja, op een best een rottige manier. Een bocht maken gerust, zo gezegd. Even tractie ervan afhalen. Zo, dit is dat station Markenvingen. En ook hier op station Markenvingen open even netjes onze deuren. Zo. Gaan we eens kijken wat hier allemaal te vinden is in Markenvingen. Eens even kijken. Nou, je kunt gerust zeggen dat ze er best nog wel ver gebouwd hebben. Goeiedag zeg. Moet eens kijken, dames en heren, wat ze ver gebouwd hebben hier bij Virtual Railroads. Je kunt gerust zeggen van, nou, het is niet in een klein vierkantje gebouwd. Nee, het is gewoon echt, in wat ze inderdaad zeggen, in mooi detail is het gebouwd. Nou, dan zijn wij heel zielig en armoedig alleen. Zo, eventjes terug in de trein.
Ja, we kunnen helaas trouwens ons camerabeeld niet echt aanpassen. Dat blijft er nou eenmaal gewoon een beetje op staan. Zo. Even de deur weer lokken. Remmen er vanaf. Zo, die gooi natuurlijk meteen naar Max heen. En dan gaan wij nu naar station Allensbach. Nou, dit lijkt op een soort van woonkamp. Waar we momenteel langs gaan. Ja, ik zou het echt wel kunnen zeggen dat het een woonkamp is, of niet zelfs. Nou. Nog meer lawaai kunnen we maken. Natuurlijk kunnen we nog meer lawaai maken. Dicht eigenlijk. Hallo deur. Ik wil jou dicht hebben. Dank u. Dat is inderdaad dicht. Deurtje, deurtje, deurtje. Dat kan natuurlijk zomaar niet, hè? Virtual Railroads inderdaad wel nageven dat het heel erg mooi is geworden, de route. Is dat nou een goederen? Ja, dat is een goederentrein. Met flink wat lawaai en gedender komt dat ding voorbij. Ik ben altijd al heel erg blij geweest met de geluiden die Virtual Railroads meelevert. Ook met goederen, met cargo vooral. Het gedreun en het gekletter van al die goederenwagons vind ik gewoon heerlijk klinken. Naar Allensbach moeten we heel ietsje langer wachten. Maar dat mag op zich de pret niet bederven. Kijk, wat we natuurlijk ook kunnen doen, is gewoon zeggen van, hoppatee, het is een ding gewoon even lekker uit. Hè? Hoeven we geen stroom te gebruiken als we stilstaan, dat is nergens voor nodig. Lekkere stilte zo, of niet soms? Oh, wat erg. Nou, je hoort het ding al sissen.
Even kijken, we lokken even de deuren weer. En we gaan verder in de richting van Heekne. Tenminste, ik denk dat je het uitspreekt als Heekne. Nou, je hoeft hier niet bepaald echt hele grote afstanden te overbruggen in deze route. Het valt op zich best nog wel mee met welke afstanden je moet afbruggen hier. Weer een soort van woonpark aan de rechterkant. Op het moment dat we 140 rijden, moeten we weer afremmen. Ja, ik ga niet echt 140 rijden natuurlijk. Ik heb er niet heel erg veel van wat ik hier wil zeggen. Het is een soort van gemompel, min of meer. Sturon. Jongen, je bent zelf een Sturon. Zo, even de deur hier weer openen. Wij mogen hier vertrekken om 8 uur, dus even ook weer hier een minuutje wachten. We komen wel overal netjes op tijd aan, dat verbaast mij nog wel eigenlijk. En even kijken, na Heekne moeten we nog naar Reichenau, Konstanz Wolmatingen, Konstanz Feuerstenberg, Konstanz, wat is dit? Petershausen en dan Konstanz, echt het eindstation dan. Maar het lijkt op dat we vooral een beetje om Konstanz heen scheuren. Dus even kijken, hoe ziet de route er echt uit? Jeetje, Mina zegt, dit is best wel een route, of niet soms? Waar is dit? Dit is Villingen, dat is echt de hele andere kant van de kaart, min of meer. Waar zijn wij van vandaan vertrokken? Wij zijn vanuit hier, gaan wij naar daar waarschijnlijk. Even kijken. Ja. Wij gaan dus inderdaad vanuit dit. Ja, vanuit dit naar dat. Dan moet je nagaan dat je eigenlijk... We rijden nu 1/3 van de kaart. Is dat niet normaal? We rijden 1/3 van de kaart. Dat is gewoon hartstikke groot. Even de deuren weer lokken. En dan gaan wij lekker verder heen naar Reichenau. Zoals jullie kunnen zien ligt Reichenau niet ook heel erg ver van dit station af. Reichenau is al ongeveer, ja, dat ligt gewoon echt vlak in de buurt. Afhalen.
Als je ook nagaat dat bij deze route wordt aardig wat locomotieven meer geleverd, dus ook de BR111 en de BR189. Vrachtwagons en passengers. Dus eigenlijk is de route eigenlijk gewoon wel je geld waard. Je krijgt heel veel onderdelen, je krijgt best hele mooie routes. Ik zal wel de hele trein even erop laten zetten. Goed idee, Bjorn. Inderdaad. Naar mijn gevoel komen we elke keer ietsje te vroeg op een station. Nou weet ik alleen niet of ik nou te snel optrek of überhaupt te snel doorga of wat het probleem precies is. Nou, zometeen mogen we weer verder rijden. Hebben we nog volgens mij 3 stations te gaan. 1, 2 en 3. Ja, 4. Dammit. Constant heeft meer stations dan ik überhaupt maar verwacht had. Voor mij lokken de deuren zich automatisch. Tenminste, ik merk dat als de deuren niet dichtgaan, het automatisch lokken gaat. Kijk, en de volgende stations, zoals jullie kunnen zien, liggen al redelijk vlak achter elkaar. Dus ik verwacht er op zich niet heel erg veel problemen mee. Ik heb echt geen idee wat die fan zegt. Zo, dames en heren, welkom op station Constanz Wolmatingen. Wel jammer dat er geen LZB ligt op deze baan, maar ja, misschien lag het ook al helemaal niet LZB, dat kan natuurlijk ook. Even kijken, nou, netjes weer op tijd. Zullen we hier eens eventjes om ons heen gaan kijken, voor zolang het nog kan. Jeetje mina, zeg hij, moet je kijken wat vol gebouwd. Volgens mij gaan we daar... Oh nee, het lijkt dat we daar ergens onderdoor gaan, maar er ligt gewoon nog niks. Waarschijnlijk zijn we nog te ver af om bepaalde dingen in te laten laden. Nou, tot zover. Kijk, daar houdt het ook al een beetje op. Komt er gewoon door hoe ver je van iets afstaat, denk ik. Dat bepaalde blokken wordt iets ingeladen, volgens mij. En dan kun je, je ziet natuurlijk niet alles in de verte. Al heb ik de view distance heb ik op zijn hoogst staan.
Zo. En weer door naar Constance Feuerstenberg. Moet ik echt even, dat struikelijk bij me met mijn tong over. Ik had geen zoekbeeinvloeding nodig. Ja, precies. Ik hoorde volgens mij wel iets met Feuerstenberg. Dan moet ik ook even de PCB bevestigen. Zoekbeeinvloeding. Ja, zie je wel. Dat moet ik namelijk doen omdat we hier 60 mogen. Oh, dat is een beetje overdreven, 3.8. Zo. Nou, dit is dus Constance Feuerstenberg. je breekt echt gewoon je tong erover. Dat is niet normaal. Desondanks vind ik het heel erg mooi eruit zien. Oh, dit is wel geinig. Wat is het? Een soort van verloren spoor of zo? Hoe moet ik dit zien? Dit lijkt een beetje op een soort van verloren spoor. Het ligt er nog wel, maar... Ja, hier houdt het ook op. Wat grappig. Hier heeft dus ooit een stuk spoor gelegen, maar ja, nu dus niet meer. Oké, nou tof. We gaan eventjes verder. Er zit nog ook in restrictive monitoring. Dus het beste is even om de snelheid van 40 km per uur aan te houden. Oh, sorry. Zo. Ik wil zeggen, zijn de deuren dicht? Yes, die zijn dicht. Nou, restrictive monitoring kunnen we nog niet uit. Gezien het gele lampje nog brandt. Oh. Bezoek bij Eindverson. Voor de zekerheid na die 60 toch nog even drukken. Je weet me nooit. Ik hoop snel dat we uit monitoring mogen. Dan mogen we namelijk iets sneller rijden. Graag gedaan hoor, geen probleem. Als dat het lampje van die 1000 hertz uitgaat, op dat moment kan ik mij bevrijden uit monitoring, dat is mooi. Al is het niet nodig om nu harder op te trekken of wat dan ook. We moeten om 11 binnenkomen en dat doen we toch wel. Dit is dus Constance Petershausen. Zo. De deur ook hier openen. Dus even kijken wat ons hier te bieden heeft. Ook een heel erg stuk weer dichtgebouwd. Ja, iets. Volgens mij mogen wij helemaal daar overheen. Dit lijkt me wel mooi om overheen te rijden zometeen. Mooi over het water. Ja, het is gewoon, ja. Het is gewoon zo'n mooi gebouw. Het lijkt wel of Constance gewoon letterlijk... Echt gewoon letterlijk in elk klein detail is overgenomen. Maar ja, dat mag je ook wel verwachten van Virtual Railroads. Of nou, ik verwacht het niet, maar aan de andere kant toch ook wel weer. Omdat Virtual Railroads, ja, hele goede kwaliteit altijd achterlaat. Dat merk je al vrij snel.
Oh. Deuren gaan dicht. Wij gaan nu naar Constans heen rijden. Platform 3. Eindpunt van onze trein. We gaan dus over de Rijn. Gaan we waarschijnlijk zo meteen. Over de Rijn, jazeker, want er staat daar heel mooi. Rijn, maar dat is ook gewoon de Rijn. We gaan ook over naar Enkelspoor. Ik moet ook even een pauze zetten. Ik wil even natuurlijk wel een... Gaat het toch dan langzaam? Oh, lekker, dit gaat snel. Ik wil zeggen, lag het nou mij dat zo traag gaat, maar dat komt dat je dichter bij de grond komt. Eens even zien, je gaat nu heel langzaam. Zo. Je hoort ook waarschijnlijk dat ik lacht even van vierkant wiel. Oh, wauw. Kijk, daar is een... Zangstremsel. Oh. Zangstremsel. Ja, oké. Okay. Ik had niet afgeremd naar... Ik moest die bevestigen. Zangstremsel. Ja. Zangstremsel. Uiteraard. Zangstremsel. Zugbeeinflussung. Ja. Even kijken, is dat ding nu er vanaf? Nee, de remmen zitten er nog op. Even wachten tot ze er vanaf zijn. Even zo. En weer opnieuw. Nou. Geef me een tractie, vriend. En dan even 40 km per uur aanhouden. Nou, dan kunnen we nu alsnog lekker over de Rijn gaan rijden. Ook heel mooi met die vlaggen zo. Zoals jullie nu kunnen zien, rijden we over de Rijn. Nächster Halt, Konstanz. Aufstiegenfahrt richting rechts. Dieser Zug endet hier. Bitte alle aufsteigen. Alle ja, dat komt wel goed. Noch einen schönen Tag. Oh, sorry, ik wil even het sein. Kijk. Ik wil zeggen, ik moet even het sein in de gaten houden, anders gaat het gewoon gigantisch mis. Volgens mij is het. Volgens zijn rood of niet? Niet? Oké. Okay. Nou, ik hoop daarvan niet. Want volgens mij had ik een dubbel geel. En ik kan vaak duiden op rood. Ja. Geen idee waarom ik hier rood heb. Ik zal even op delete drukken. Zugbeeinflussung. 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 Zo. Voor de zekerheid even op delete drukken. Je weet me nooit. Goed, dames en heren. We zijn hier aangekomen op station Constans. Heel netjes op tijd. Station 15. Als jullie genoten hebben van de episode, dames en heren, laat het even weten door een blauw duimpje omhoog. Als tevens een leuke comment voor de volgende keer. En zou je graag meer van mijn episodes willen zien, dan kun je uiteraard gewoon abonneren op mijn kanaal. Voor nu, dames en heren, zou ik tegen jullie allemaal willen zeggen bedankt voor het kijken naar deze preview. En tot de volgende episode. Tot ziens. Dag.